Miss Caramrold en de Liquid Lunch. Ja, dat is gewoon lekker zuipen tussen de middag. Liquid Lunch. Nou, hij is er weer hoor. Ook voor hem is het maandagochtend. Ik zeg een hele goede morgen, Raoul. Een hele goede morgen. Weekend een beetje doorgekomen? Jawel. Ja? Ja, je was een beetje, je was op tijd vanochtend. Ja, te vroeg hè? Ja. En het mooie is, ik zeg, wat, heb je in bed gepist? Nee, zegt hij. Ik heb me verslapen. Daarom ben ik zo vroeg. Ja, dat is studentenlogica. Hey, jij hebt voor ons het wereldwijde web afgesurfd. Zeker. Op zoek naar leuke berichten. En wat heb je gevonden? In Maastricht is een inbreker verraad door zijn eigen hond. Ja. Ik vind het sowieso raar dat een inbreker een hond meeneemt. Ja, maar... dat snap ik ook niet. Hè. Nee, maar er werd dus gemeld aan de politie dat er misschien een inbreker was. Hij heeft zich schuilgehouden in de tuin. En toen de politie een kijk kwam nemen in het huis, toen werd de hond... blij dat de mensen in de buurt waren, begon te blaffen. Ja. Ja, hoe stom kun je zijn? Nog meer? Ja, we hebben een hele bekende kat. Die heet Grumpy Cat uit Amerika. Ja, is een beetje die zo chagrijnig kat. Ja, die altijd heel chagrijnig op foto's kijkt. Dat is een hele internethit geworden. En die heeft nu door al zijn foto's, zijn filmpjes en er is zelfs een film van gemaakt, al meer dan 81 miljoen dollar verdiend voor zijn baasje. Oké, dus die foto's van die kat en die filmpjes hebben al 81 miljoen opgeleverd. Ja, dus hij heeft meer verdiend dan bijvoorbeeld hele bekende sterren als Nicole Kidman, Cameron Diaz, dat soort dingen. Hij heeft gewoon meer verdiend als die beroemde sterren. Oké, nou we zetten zo meteen wel even de foto van Grumpy Cat bij ons op de site. Nog meer gevonden? Ja, een minder lekker verhaal. Wat dan? American Airlines. Airlines vliegen, bedoel je? Airlines, ja. Denk dat niet? Ja, Airlines. Oh, ja. Dat is zeg maar Airlines op zijn boxmeers. Ja. Ja, die hadden een vlucht gepland vanaf Israël naar Philadelphia in Amerika. Ja. En die hebben in Rome een noodstop moeten maken. Want? Omdat er meer dan 20 man hebben lopen kotsen in het vliegtuig. Oké, als u nu aan het ontbijt zit, ik zeg eet smakelijk. Mijn welgemeende excuses voor onze stagiair Raoul, maar hij kan het ook niet weten. Maar dus 20 man ziek geworden aan boord. Ja, er hing zo'n ongelofelijke stank in dat vliegtuig dat iedereen ziek is geworden. Ja. En er zijn zelfs 14 leden van de crew en 2 passagiers afgevoerd naar het ziekenhuis door de stank. Ja, en zo'n vliegtuig kun je ook niet even een raampje overzetten. Nee, dat gaat een beetje lastig. Dus die zure lucht die blijft een beetje hangen. Gadverdamme. Oké, nou, nog meer opmerkelijke berichten. In Londen, daar hebben gisteren vrouwen, tientallen moeders hebben uit protest zijn ze borstvoeding gaan geven. Ja, omdat er schijnbaar iemand was die gezegd heeft dat dat niet meer mocht. Ja, ik vind het goed dat die moeders dat doen, maar bij hun 17-jarige zoon vind ik een beetje overdreven. Chris van Vroeg is op zoek naar jou. Wil jij een keer op zaterdag tussen 9 en 12 aanschuiven als sidekick? Meld je dan aan via www.chriswatvroeg.nl. Oh ja, het mag natuurlijk ook een sidechick zijn.